Hallo en welkom bij deze videotutorial over Prism. Prism is een add-on voor Firefox en die laat je toe om van je favoriete websites of webdiensten een eigen app te maken. Het komt er eigenlijk op neer dat je, een beetje zoals op je smartphone, je krijgt gewoon een knop waarop je duwt en dan kom je meteen in het juiste venster terecht. Die webdiensten zullen dan ook hun eigen kleine venstertje krijgen. En afhankelijk van de instellingen die je gebruikt, zie je zelfs niet dat het in een browser is. Nu, die Prism is een add-on voor Firefox, dus je gaat gewoon naar de Firefox add-on pagina. Je zal daar een beetje moeten zoeken naar de add-ons. En je kan dat toevoegen aan Firefox, aan elke Firefox van 3 tot 3.6. Dat is eigenlijk alles behalve de allerlaatste nieuwe. Je klikt hier gewoon op Add to Firefox. En dan installeer je dat snel. Zo. Je zal Firefox nog eens moeten herstarten. Voilà. En het enige dat hij doet is hier aan je extra menu een optie toevoegen. Convert website to application. Waarmee je dus eigenlijk de dienst of de website zijn eigen kleine app geeft. We gaan dat meteen proberen. Ik wil bijvoorbeeld van mijn Twitter een appje maken. Dan ga je gewoon naar Twitter of naar Facebook. Of het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Je klikt hier op Convert Website to Application. En dan kan je kiezen hoe erg je het zijn eigen kleine app geeft. Als je al deze dingen aanvinkt, dan krijg je bijvoorbeeld een eigen browservenster. Maar dat is net wat ik niet wil. Wat ik wel wil is een desktop shortcut, zodat ik heel snel naar Twitter kan. Ik wil dan ook een icoontje. Hij zal automatisch een icoontje voorstellen, maar dat werkt de helft van de tijd niet. Dus zet ik daar gewoon een ander beeldje. Zo, dat past ook meteen bij mijn desktop. Klik op OK. En dan ga ik dit allemaal eens afsluiten. En dan zie je hier mijn nieuwe Twitter-icoon staan. En als ik nu iets wil posten op Twitter, dubbelklik ik hier gewoon op. En je ziet hier mijn kleine Twitter-app. Zoals je ziet is alle overbodige rommel weg. Je kan puur je status posten, je kan mensen volgen enzovoort. Dat lukt ook met Facebook, dat lukt met Google Documents en zoals je ziet is dat heel makkelijk. Succes ermee!